En toen kwam er ene meneer Annemans langs. Ja, die kwam bij Buitenhof, heb je die gezien? Meneer Annemans uit België, die is van Vlaams Belang. Zeg maar de Belgische PVV, ja. En die ging in discussie met Dreumische Dassen. Ja, van Volt. En, nou, die werd eventjes alle hoeken... Ja, die kreeg even les. Die kreeg politieke les uit België. Ja, want... En eigenlijk heel links kreeg les van deze meneer Annemans. Want die Dassen, die ging daar een beetje zitten piepen over Wilders. En Wilders dit en Wilders dat. En in Budapest zus en Budapest zo. En die ging maar daar. En toen zei die Annemans alleen maar tegen die tegen Dreumische Dassen. Luister eens goed, jij hebt maar 2 zetels. Hé, hey. En meneer Wilders 37. En vraag jij je nou helemaal niet af hoe dat nou komt? Waarom dat nou in zit? Dat jij er maar 2 hebt en meneer Wilders 37. Daar zou ik maar eens goed over nadenken als ik jou was. Dat zei Annemans tegen Dreumische Dassen. Nou, en dat klopt natuurlijk als een zwerende vinger of als een bus of weet ik van wie. In ieder geval ging die nog even door, die Dassen. En die begon, ja, maar de Wilders, we moeten dit en wij moeten eigenlijk dat. En we moeten zus en we moeten zo in Brussel. Dat moeten we allemaal gaan doen. En toen zei die Annemans, die zei alleen maar, we moeten helemaal niks. Nee, we gaan helemaal niks moeten. Nee, en weet je waarom niet? Omdat het volk heeft gesproken. Ja, we gaan doen wat de bevolking wil, zei Annemans. En jullie willen alleen maar jullie eigen dingetje doordouwen. Maar je moet luisteren naar de mensen. En dat doen wij. Ja, nou zeg. En toen was het eigenlijk een beetje klaar. Ja, dus, hey, links heeft les gekregen uit België.